Maar wat maken ze dan van jouw gescheiden plastic? Eerst wordt alles ingezameld, op soort gescheiden, versnipperd en verwerkt tot granulaat. Granulaat is dus een grondstof, net als nieuw plastic. En daar kan je dus weer alles van maken. Shampooflessen, kinderwagens, tasjes, deurmatten, pennen, gieters, bierkratjes, golfballetjes en zelfs slaapzakken. Ja, van de gerecycled plastic kun je eigenlijk bijna alles maken wat ook gewoon van nieuw plastic wordt gemaakt. We blijven maar uitbreiden, dus er is ook zoveel plastic te recyclen dat we maar door kunnen gaan. Wil je meer weten? Ga naar hvcgroep.nl/plastic.